en bijzondere mensen van Gelderse sportverenigingen. Nu bij TV Gelderland. Dit is Tangsodo Ketla Sport uit Ulft. Een groep van in totaal 85 mensen die zich bezighoudt met Koreaans karate. Tweemaal in de week wordt er getraind op technieken en loopvormen, sparren en breektesten. Jaarlijks hoogtepunt is de strijd om de Theo Ketelaar Cup. Hana! Doel! Zet! Net! Tassot! Jassot! Hilop! Jarl! Ahop! Jol! Hana! Doel! Zet! Net! Oké, even rustig huppen. Staan we om in deze positie? Allemaal? Zeker weten? Oké. Zakken naar beneden. Als ik weer kie opgeef, gaan we pas weer omhoog. De training wordt verzorgd door Maurice Raaimakers, 27 jaar, drager van de Zwarte Band, piloot in opleiding en naast Tangsodo liefhebber van parachutespringen. Hou vol! Tjitja, kom omhoog! En uitschudden. Voor het plekje op deze stoel, daar doe je het allemaal voor, hè? Daar doe je zeker voor. Jij doet de pilootopleiding? Ja, ik doe de opleiding bij Stella Aviation. Duurt 2 jaar en dan word je opgeleid tot verkeersvlieger. Hoe komt dat zo? Een vader uit de vliegwereld, hele leven lang, eigenlijk al gewild. Op een gegeven moment zit je in een tijdpik van wat ga je doen. En alsnog de stap gemaakt, ondanks mijn leeftijd, om deze weg in te slaan. Maar het zit dus in de familie, begrijp ik? Van mijn vaderkant uit, ja. Ja. Toch heb je al een afgeronde opleiding achter de rug. Ja, inderdaad. Ik heb een marketingopleiding gedaan in Breda aan de NRTV. En dat was met name op het toerisme gericht. Dus wat dat betreft weer het reizen. Maar nu wilde ik uiteindelijk toch de grootste uitdaging ingaan. En dat was voor in de cockpit. Ja, volgens mij hou je sowieso van afwisseling, hè? Want als hobby's duiken, parachutespringen... Ja, inderdaad. Naast natuurlijk het karate, wat een van mijn grootste passies is... wil ik nog wel eens regelmatig uit een vliegtuig springen... of als de mogelijkheid ervoor is, in de zee onder water. En wat is dat dan? Is dat inderdaad die adrenalinekick die je nodig hebt? Het is een hobby doen die niet 1, 2, 3 heel veel mensen doen. Ik bedoel, ik vind dat toch een iets meer een kick voor mezelf geven. De adrenaline eruit halen, grenzen overschrijden wat dat betreft... die heel veel mensen niet durven. En voor mezelf bewijzen dat ik het wel durf en gewoon kan... Hoe lang moet je nog voordat je echt de lucht in mag? Nou, voordat ik echt de lucht in mag, zal het waarschijnlijk in februari zijn. Dan is het afgesloten met mijn theorie. Dan gaan we inderdaad het praktijkgedeelte in. Maar het afronden van mijn opleiding zal iets minder dan 2 jaar zijn. Thijs Potthoff is student, maar vult zijn dagen grotendeels met sport. Hij komt uit een jagersgeslacht en in het verlengde daarvan vormen kleiduiven een regelmatig doelwit. Het eerste pak, jouw zwaai is naar de rechterkant makkelijker dan naar de linkerkant. Mijn vader jaagt, mijn opa heeft gejaagd, mijn
overgrote op heeft gejaagd. En pa die nam mij vaak mee het veld in. En toen zei hij, heeft hij mij op een gegeven moment, toen ik 18 was, heeft hij belofte gemaakt. Als jij het goed doet op school en alles loopt goed, nou, dan mag je de jachtcursus gaan volgen. Ja. Er hoort natuurlijk ook een stukje praktijk bij. De praktijk is het kleiduifschieten, kogelschieten en de omgang met het wapen. Maar het kleiduifschieten is essentieel, want je wil natuurlijk niet een haas of een fazant ziek schieten, zoals wij dat noemen. Dus dat het haas ontkomt en pijn leidt en dan doorgaat. Ja? Ja, die heb ik wel door, want je moet even het gevoel hebben. Ja, je moet even proberen die lijn mee te pakken met ja, de duim. Maar ook met de wind gaat die ook. Ook het gevoel hoe ver je ervoor moet zitten. Ja. Want dat is ook nog heel veel verschil. De snelheid aanpassen naar de snelheid van de duim. Ja. Nou, doe je nog veel meer, want je badminton. Ja, ik badminton daarnaast nog. Ja. En karate natuurlijk. Hè. Als je nou verplicht zou zijn om 2 van de 3 te laten vallen. Oeh, 2 van de 3. Dan denk ik dat het kleiduifschieten wordt. Ja, want dat, op zich doe ik dat niet zo heel veel. Maar omdat ik redelijk vaak op jacht ga, ja, dan heb je vaker een geweer in handen. En dan hou je toch je schietvaardigheden als het ware op peil. Ja, dan, ja, dat is als het ware een virus, daar kom je niet vanaf. 1, 2, 3. Boom. Jongens, ook op die, de dubbele Joep Chaggy. Dus aankomen lopen, Joep Chaggy, indraaien, meteen nog een keer draaien. Dus inderdaad, 1, 2. Okay, hiervoor heb ik eigenlijk alleen maar gefitness. En fitness, daar word je ja, eigenlijk heel slom van. En toen ben ik karate erbij gaan doen. En het karate, ja, met sparring, dan moet je snel, ook weer snel reactie hebben. Dat heeft dus ook van invloed op badminton. Want bij badminton moet je bijvoorbeeld heel snel kunnen anticiperen van, oh, daar komt die shuttle, en daar moet ik hem gaan pakken. En dat is bij karate hetzelfde. Daar komt de stoot en daar moet ik hem blokken. En zo heeft dat wel een relatie met elkaar. En je moet inderdaad ook in je hoofd heel gefocust zijn op wat er komen zal. En dat ligt, daar ligt de link wel bij. En ja, zo kun je de link ook een beetje op, bij kleiduiven schieten leggen. Focus, want het gaat allemaal in een flits van een seconde. En dan is het gebeurd en dan moet je reageren. En dat is heel belangrijk. Dus dat hangt wel een beetje bij elkaar. Ik ben al bijna een half jaar geblesseerd. Slijmbeugelsteking, helaas. Is dat inherent aan de sport? Nee, dat is niet gebruikelijk. Maar ik heb met het examen, wat ik al zei, met de breektest, moest ik de plank door knallen. En dat deed ik met mijn knie en dat was ook de bedoeling. Alleen dat heeft net verkeerd uitgepakt. Gaan we even rassen. Ja. Je hoeft niet bang te zijn. Het zijn ervaren zwarte banden die vooraan staan. We kunnen wel tegen een stootje. We beginnen recht toe, recht aan. We beginnen wel even rustig aan op te bouwen. Doe een minuut of 5 à 10. We gaan dit opbouwen richting de uitkakel. Je mag er maar mee. Schade-expert Roeland van Leeuwen behoort met zijn 50 jaar tot de ouderen van de groep. Hij noemt zichzelf een alfist. Want behalve Taekwondo heeft hij nog een grote passie. Alfa Romeo. Ik heb een verzameling Alfa Romeo modellen. En dat is een verzameling die ik al zeg maar de afgelopen, ik denk 15 jaar, bij elkaar heb gesprokkeld. Het zijn allemaal schaalmodellen 1 op 43. En het zijn modellen waarvan ik er een aantal zelf heb gehad. Ik ben ooit begonnen, dat is wel leuk om te laten zien, met een Alfa Romeo Alfetta 1.8. Dat is dit model. Dat is een Lusso, een zogenaamde luxe. Dat is een gezinsauto. Deze auto die ik had, die was uit 1977. En die heb ik gekocht toen hij 3 jaar oud was. En ik moet eerlijk zeggen, de term het roestal in de folder past ook op deze auto. Want hij was 3 jaar oud, wat ik al zei. En het roest, die hoorde hem bij wijze van spreken roestig. Maar daar is eigenlijk mijn passie begonnen. Want rijden, fantastisch. Motorisch, fantastisch. Daarnaast heb ik nog een aantal auto's gehad, gewoon meer als fun. Om er even deze te noemen. Dat is een Alfa Romeo Spider. Een cabriolet, type 4. En dat is een auto die eigenlijk uiteraard niet meer gemaakt wordt. Tot en met 1993. En die heb ik inmiddels verkocht, omdat ik niet alles kan behouden wat je hebt. Ik heb nu op dit moment een Alfa Romeo 2 liter GTV Bertone. Staat die ertussen? Ja, die staat ertussen, Dick. Dat is deze. Hij staat buiten. Dit is het schaalmodel. Uiteraard, wat ik al zei, ook al 1 op 43. Dit is mijn auto is uit 1975. Er zit een 2 liter motor in met, schrik niet, 132 pk. En dat is voor de jaren 70
enorm veel vermogen. Die auto loopt nu nog met gemak 180 km per uur. Ik doe het niet, maar het kan wel. Geen enkel probleem. Dit is ook weer een cabriolet. Dit is een Giulietta Spider. Dit is een auto uit 1963. En dit is eigenlijk wel een auto waarvan ik denk, ja, die zou ik graag willen hebben. Er zijn er maar heel weinig van nog. En zeker als die goed gerestaureerd is, ja, dan kwel je daar bij wijze van spreken bij weg. Daar kan ik echt emotioneel van worden, dat meen ik echt. En dat is, ja, het is gewoon wat ik al zei, het is gewoon echt een hobby waarvan ik... ja, die gaat bij mij heel ver. Alfa Romeo is emotie. Dat kun je niet uitleggen. Ik kan dat in mijn familie ook bijna niet uitleggen. Ze weten allemaal dat ik die afwijking heb. Maar Alfa Romeo is gewoon emotie. Het is een gevoel, het is iets wat eigenlijk onbeschrijfelijk is. En dat heb je of dat heb je niet. Een piloot in opleiding die aan parachutespringen doet, daar moeten we niks achter zoeken. Nee, eigenlijk niet. Helemaal niet zelfs. Nee, het is leuk. Ik bedoel, mijn opleiding inderdaad, uiteindelijk ook mijn werk zal dan piloot op piloot zijn. En hobby's daarnaast, ja, het is gewoon leuk. Gewoon voor de kick. Ja. Gewoon, het blijft iets als, je weet wat gaat gebeuren, maar het blijft elke keer gaaf. Want hoeveel sprongen heb je inmiddels gemaakt? Op dit moment 25. Het blijft nog even weinig, maar het is natuurlijk een iets duurdere sport dan de meeste mensen beoefenen. Weer laat ook een hele hoop niet toe. Dus ik zit op dit moment op 25. Nou, de eerste keer was eigenlijk 3 jaar geleden als een tandemsprong. Dat was op een vakantie inderdaad in het buitenland. Toen heb ik dat een keer meegemaakt. Het was goedkoop, ik had het geld en ik ben ervoor gegaan. Toen had je al een gevoel van, wat is dit? Je maakt helemaal niks mee. Het is echt in een seconde lijkt het voorbij te zijn. Terwijl je toch 50 seconden aan het vallen bent. En na een aantal jaren heb ik de stap genomen door middel van een gedachte die ik had van, hey, we gaan dit gewoon weer een keer doen. En uiteindelijk gewoon de stoute schoenen aangenomen, een opleiding begonnen, afgemaakt. Dat zijn 7 sprongen, de AFF. En vanaf daar ben ik verder gegaan. En je zit op 12.000 voet hoogte, 4 kilometer hoogte. En dan heb je 55 seconden, je gaat 200 km per uur naar beneden. En een bevrijdend gevoel op het moment dat de parachute open gaat, letterlijk en figuurlijk. Maar het is wel heel gaaf, ja. Het is precies wat je zelf wilt. Kijk, net zoals bij Tangzhou. Iedereen haalt eruit wat erin zit. En voor de ene is dat de kick. Voor de andere is dat de rust. En voor mij is het dan afwisseling van alles. En ik vind dat heel erg leuk om dat ook met andere sporten te kunnen doen. Safely home. Ik heb een beetje last van de scheen. Ik was gewoon aan het sparren. Meedoen, leuk. En soms dan gaat het een beetje wild. En mijn sparringspartner... Die wilde mij een trap uitdelen, laat ik zo zeggen. En ik wilde hem opvangen, blokkeren. En normaal kan ik wel wat hebben met bovenbenen of iets dergelijks. Dan trek ik mijn knie omhoog. Maar toevallig raakte ik niet zijn scheen, maar ik raakte zijn knie. En zijn knie kwam weer op mijn scheen. Dus nou, zoals je ziet, het is lekker dik en lekker gevoelig. Dus dat hoort erbij. Hoort dat er inderdaad bij? Ja. Normaal doen we hier vooral op techniek. En niet om elkaar als het ware echt knock-out te slaan. Of te trappen, dat is niet de bedoeling. Maar een ongelukje is in een klein hoekje. Ja, hij kan er niks aan doen, dus mijn eigen domme fout. Had ik maar beter moeten opletten. Zo is het nou gewoon eenmaal. Mooi, hè? Zo. Nou, wil je ook niet? Kom maar. Kom maar zitten. Kom eens hier. Ga eens mooi zitten. Je bent nu met z'n tweeën. Normaal gesproken gaat het. Nou, dan gaan we met een grotere groep mensen. En dan drinken we eerst koffie. Verzamelen we allemaal. Maken we een babbeltje met elkaar. En dan wordt de jacht aangeblazen. En dan wordt er een groep drijvers samengesteld. En een groep jagers. En de drijvers die moeten dan als het ware het wild opdrijven naar de jagers toe, zodat de jagers een eventuele kans krijgen. En natuurlijk ook hier wordt er wel rekening gehouden met een quotum, als het ware. Ja. En niet alles moet dood. Wij doen aan verantwoord reguleren. En we hebben hier niet voor niks, niet voor niets hier zo'n hoge wildstand. Dus er wordt maar heel weinig van afgenomen. En dan moet je denken, 3 op 10.
Hij gaf van heel kleins af aan, gaf hij al aan. Hij wilde heel graag meer kleiduiven schieten. En hij wilde ook heel graag meer op jacht. Dat houdt in dat je dus heel veel moet leren. Je kunt het niet alleen uit een boekje. Maar je moet het ook uit de praktijk hebben. Ja, haafruik. En volgens mij heeft het ook een heleboel te maken met traditie, hè? Daar draait alles een klein beetje om, hè. Dus dat is de gezelligheid met vrienden. Dus, ja, gezelligheid met vrienden. Hop, leuk. Een hapje en een drankje. Wijdmanzeil. 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 Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Nou, bij de af en toe van veld stappen. Goed. Het gaat op zich heel ontspannen toe. Er wordt wel goed geluisterd. Er is wel een sprake van een vorm van discipline. Dat moet ook bij zo'n sport. Je moet luisteren, want de technieken, daar moet je je eigen maken. En die moet je natuurlijk steeds beter gaan beheersen. Dat is eigenlijk de doelstelling. Ja, discipline hoort er ook bij, hè, bij deze tak van sport. Absoluut. Het is een sport die eigenlijk draait op discipline. En het is ook de bedoeling dat je goed luistert. En daar hoort uiteraard discipline bij. Ja. Niet terugtrekken in het gevecht. Vijf, handen strijden en geweten. Handen strijden en geweten. Dit is hem. Dit is mijn passie. De Alfa Romeo 2 liter GTV Bertone. En vooral dat laatste erbij, hè? Bertone, wat ik al eerder zei. Dat is de ontwerper van dit model auto. Het is een coupé. Het is een beetje een sportmodel. Het is wel basic autorijden. Met andere woorden, er zit geen stuurbekrachtiging op of iets dergelijks. Nee, het is werken, zou ik maar zeggen. Het is absoluut werken. Hij heeft wel rembekrachtiging. Maar het is een auto die... waar je heel veel plezier mee hebt als je erin rijdt. En ook heel veel positieve reacties krijgt van mensen die jou zien. En met name Alfa Romeo-rijders. Laat eens even een paar mooie details zien. Dan beginnen we al eigenlijk als je kijkt naar het vele chroomwerk wat de auto heeft. Dat is de lijsten, chroom, spiegel, de klink, chroom. Ruitenwissers, chroom. Chroomkleurig, het is niet allemaal chroom, maar chroomkleurig. En... dat zijn de details en ook de kenmerken van de auto. Zoals die in die tijd werd geproduceerd. En zoals die eruit ziet, rijdt hij ook. Originele sleutels, daar moet je dus zuinig op zijn. Ik ga hem even starten. Dit is dus het geluid. Ja, en wat voel je dan als je die motor start en je hoort dit geluid? Een sportieve brom. Gewoon niet geremd door dempers of iets dergelijks, maar gewoon het ultieme motorgeluid. Nou, en dat spreekt mij bijzonder aan. En zeker als je straks rijdt, dan hoor je dat gewoon ook in de auto. Tegenwoordig is dat uit den boze, want ze moeten echt allemaal optimaal geïsoleerd zijn. Maar dat is juist weer het fungehalte van deze auto. Van dit soort auto's eigenlijk. Het is gewoon fantastisch. Even op techniek. Joep-chakkie 1. Neerzetten. Joep-chakkie 2. Voorwaarts 3. Ja? Tangsdo is een Koreaanse gevechtskunst en eigenlijk vrij vertaald Koreaans karate. De kunst Tangsdo bestaat zo'n 2000 jaar. En door middel van oorlog en monniken en veldslagen, ruzies onderling met China, Japan... is alles in één grote vergaarbak terechtgekomen. En is het uiteindelijk gevorderd zoals wij het nu kennen. Dus het is eigenlijk heel simpel... modern sporten naar een hele grote traditie van 2000 jaar. 4, 5, 6, 7. Je hebt zoveel facetten in deze
gevechtskunst, je hebt loopvormen, een stijlonderdeel. Je hebt wapenkennis, je hebt zelfverdediging, je hebt zelfontplooiing, je hebt respect onderling, je hebt sparren, dus het stukje fysiek. Je hebt breektesten, dus het hout doorslaan inderdaad. Een stukje, hoe zal ik het zeggen? Zoveel facetten die samenkomen tot één hele mooie kunst. En dat is Tang Soo Do. Het is een fantastische club. We zijn met 85 leden, stabiel. We proberen richting de 100 te gaan. We hebben een ontzettend grote aanwas van jeugd. Van alles wat. Ik denk dat de jongste op dit moment 7 jaar oud is. Ik schat de oudste op een jaartje of 60. Iedereen doet het. Iedereen vindt er iets in wat voor zichzelf past. De ene voor de rust. De andere voor het harde gedeelte. De andere voor om af te vallen. De andere voor de energie en de ADHD. En zo is er voor iedereen wat wil. Dit is gewoon het, ja, het toeren. Maar dit is voor mij wel het, ja, zeg maar het fungehalte weer. Hè? Ja. Gewoon waar je het voor doet. Ja. Daarom ben je zuinig op die auto, daarom koester je hem. Daarom krijgt hij ook geregeld zijn onderhoud. En dat zijn ook ja, belangrijke zaken voor zijn auto. Hè? Want het is, hij is toch bijna 34 jaar oud. Die auto's die hebben toch hun onderhoud nodig. Ja. En omdat er verhoudingsgewijs heel weinig mee gereden wordt. Want ik rijd denk ik per jaar nog geen 1000 kilometer. Gewoon als een keer als mooi weer is een ritje hier of daarheen. Ja. Maar ja, dan houdt het ook echt op. Dat is eigenlijk het. Maar dat is voor mij zeg maar toch een vorm van ontspanning. Hey, je hebt nog een andere passie ook? Ja. Ik ben. Koreaans karate. Ja, Tang Soo Do. Hoe lang doe je dat al? Ik doe dat ruim 4 jaar nu. Ja. Deze vorm van karate spreekt mij aan omdat het een combinatie is van techniek. Ja. Het is niet gericht echt op het willen vechten, maar juist zelfverdediging. En het heeft toch ook wat stijlelementen. Dat vind ik wel leuk. Dit heeft ook een zeg maar een siergehalte. En dat vind ik gewoon heel leuk. Maar ja, de jaren tikken. Dus ik ben niet meer zo lenig als 40 jaar geleden. Maar dat kun je wel merken. Maar ik moet wel zeggen, het houdt je wel soepel. Ja. En ook, ja, het is ook leuk om met jonge mensen om te gaan. Ja. En daar kun je heel veel van leren. En ja, de match is erg goed. Het is een goed samenspel. En er wordt ook niet echt gekeken naar leeftijd. Maar gewoon, doe je ding. Ja. Heel leuk, ja. Aankomende zondag. Wat mag wel, wat mag niet. Stoten naar het hoofd. Daar heb ik gewoon een beetje spullen. Knokkelslag naar het hoofd mag. Rechte stoten naar het hoofd mag. Stoten natuurlijk op het lichaam mag. Alle trappen boven de band mag. Spugen, bijten, krabben natuurlijk niet. Achterwaarts. Alles mag. Alleen niet op de rugzijde. Achterhoofd mag niet. Niks onder de benen, maar wel als afleiding. Dus als jij zegt van, dit is mijn afleiding, ik maak een kleine trap naar beneden. Hij kijkt naar beneden, wat is dat? En ik trap meteen omhoog. Dat mag. Dat is geen probleem. Je gaat alleen maar door. Je gaat buiten het veld. Oké, dan gaan we weer terug. Maar dat krijg je dus. Je krijgt 100% geheid van die mensen. Hier staat een streepje, hier staat een streepje. Hier staat de scheidsrechter. Scheidsrechter zet je Jack. Eerste keer buiten het veld. Hé, hey, binnen het veld blijven. Tweede keer. Streepje, streepje. Scheidsrechter. Zie Jack. Die gaan alleen maar naar achter. Gaan alleen maar naar achter. Tweede keer buiten het veld. Binnen het veld blijven, zegt hij. Derde keer heb je het hangen. Conclusie, wat moet je doen? Jacco deed het al heel slim. Naar de zijkant stappen. Want daar ben ik niet. En waar ik niet ben, kan ik ook niet geraakt worden. Dus blijf bewegen. Als ik stilsta, ben ik een boksbal. Ja? Het enige wat ik dan kan doen, is naar achteren gaan. Als ik beweeg, trap je langs mij heen. Ja? Goed. Oké, allereerst allemaal een hele goede morgen. Geweldig dat jullie weer met zo'n grote groep naar de Achterhoek gekomen zijn.
We gaan daar ook beginnen met uiteraard de ceremonie en het groeten. Daarna gaan we beginnen als eerste met zwarte bandenpoes. Ik ben zo vrij geweest om de Masters te benaderen om die poes als scheidsrechter te fungeren. Dan hebben we het onderdeel breektest. Voor elke deelnemer met breektest 3 stations. Ongeacht het aantal planken, maar je hebt 3 stations. Alleen voor de zwarte banden is het maar 1 poging en de rest heeft 2 pogingen. Vanaf ongeveer half elf, tussen half elf en 11 uur zal er ook EHBO aanwezig zijn. We verwachten niet eerder EHBO nodig te hebben in verband. Dan beginnen we pas met het sparren. Ja, toch wel? Tussen half elf en 11. Ja, goed. Kwart elf en 11 mag hier geen bloedbeurs. Het onderdeel sparren zal naar jongs en wapenjongs zijn. Dus dan verwachten we eigenlijk als er blessures komen. We hopen uiteraard van niet dat het dan is. Dank zo. Wat hem niet, ik niet. Wie was Theo Ketelaar? Theo Ketelaar was mijn man. En helaas is hij overleden in 2007. En waarom is dit toernooi naar hem vernoemd? Omdat hij overleden is. En hij heeft zoveel inzet gedaan voor de Tangsudo en voor de judo en jiu-jitsu. Dat ze dit toernooi voor hem in leven hebben geroepen. Ieder jaar willen wij dat toernooi herhalen, zodat hij in leven blijft. In herinnering blijft. Wat doet dat met u als u hier vandaag op de tribune zit? Slik, slik, traan, traan. Dat is gewoon heel emotioneel. Mijn naam is Thijs Pothoff en ik vraag de toestemming om de eerste stoploop van Bongo Ubo te mogen lopen. Je vecht als het ware met een denkbeeldige tegenstander. Hè? Je doet natuurlijk niet zomaar iets. En dan nog, op zo'n wedstrijddag zoals vandaag... Ja, dan gaan er ook andere dingen meespelen, denk ik. De zenuwen. Zenuwen, externe factoren, hoe is de omgeving? Hoe voel je je? Voel je je wel lekker? Ben je wel geconcentreerd? Heb je last van de mensen buitenom? Maar ja, daar probeer je natuurlijk van af te sluiten en zo goed mogelijk op voor te bereiden als het in hoeverre het ook kan. Ja, op training dan proberen we alweer andere richtingen, andere omgevingen te trainen. Thuis doe je dat, thuis loop je het. En ja, zodoende moet je wennen aan allerlei situaties. En hoe sluit je je af van je omgeving? Volledige concentratie, niet naar luisteren. Alleen maar denken, jouw beurt, jouw tijd, jouw loopvorm. En niemand kan een ding van je afnemen. Het is nu tijd voor jezelf. En vaak hoor je dan ook niet wat er om je heen gebeurt. Alleen je eigen uitmaken. De moeilijkste loop voor me, echt. Ja. Kun je ook wel zien, hè? Want hij is al heel lang bezig. Hij zit hier. Waar baseer je dat op? Hoe zie je dat? Dat hij het goed doet en... Details, hè? Gewoon de uitvoering. Je kunt merken, hij geeft er expressie. Zijn afwerking van zijn bewegingen is gewoon eigenlijk perfect. Ik vind het heel indrukwekkend, absoluut, ja. Ondanks dat je die loop van misschien 100 keer gedaan hebt, misschien wel 200, 400 keer, een wedstrijddag alsof je hem voor de eerste keer moet lopen. Zoveel zenuwen, en maakt niet uit bij welke wedstrijd. Zelfs jij? Zelfs ik. En maakt niet uit wie het is. Als je dan zo'n loop voor moet doen, het zijn allemaal technieken, en in dit geval zijn het er 135 volgens mij, als ik me niet vergis, in een bepaald patroon. Ik weet dat de buitenste meester heeft mij minder gewaardeerd, omdat ik in het laatste gedeelte had ik een beetje niet helemaal 100% gedaan.
Er was een bepaalde techniek die niet helemaal goed zat. Maar je bent zenuwachtig. En op een gegeven moment, als je je eerste techniek gedaan hebt, dan weet je het wel weer. Maar het put je echt uit. Dat is lekker. Ze letten op uitvoering, uitstraling, correctheid van de technieken. Maar ook zit er kracht in, zit er souplesse in, zit er beheersing in. Zit de juiste mensen, wordt er met adem gespeeld. Dus het gaat om techniek, adem, kracht, uitstraling. Het totaal is belangrijk. First to perform, Scott Richards. Klaarstaan, RI. Het is kerstmis.